Het ministerie van Defensie wil leiderschap stimuleren binnen het leger om goed voorbereid te zijn op de hedendaagse ontwikkelingen en de impact daarvan. Daarom heeft de legerorganisatie gisteren een symposium georganiseerd om officieren en oudste onderofficieren de kans te geven om in gesprek te gaan met experts en gezamenlijk te discussiëren over onderwerpen die van belang zijn voor de defensieorganisatie. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kiu Asen, zegt dat de organisatie een sterke hiërarchie kent die onder politiek gezag valt. Het is volgens hem nodig om deze hiërarchie te doorbreken. Daarom is er vanuit de leiding bewust ervoor gekozen om te investeren in leiderschap. Defensie begint dit jaar met het academisch programma van het leger. Het gaat om academische skills. Het gaat om de methodieken om research en development uit te kunnen voeren. Want we weten heel goed hoe de oorlogen van gisteren uit te vechten, maar we weten niet hoe de conflicten van morgen eruit zullen zien. En dat ga je alleen kunnen doen door research en development toe te passen. Ten tweede, om de non-acceptatie voor nieuwe ideeën door de hiërarchie te doorbreken, is inclusiviteit essentieel. En dit doet men in het buitenland ook door dit soort platformen als vandaag aan te bieden aan de officierskorpsen. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei dat leiderschap van de manschappen belangrijk is voor de transformatie van het leger. Een van de attributen die een leider sterk maakt zijn de professionele competenties. President, tevens opperbevelhebber Chandrika Prasad Santokhi, zegt dat er discipline, moed en durf nodig zijn om de leefbaarheid van de komende generaties ook gegarandeerd moet zijn. Met de beoogde leiderschap zal het leger ook andere verantwoordelijkheden moeten innemen binnen de samenleving, zegt het staatshoofd. Heel belangrijk is die vakkennis. En die vakkennis, wij kunnen formele opleidingen geven en dit soort symposia organiseren. Maar het is niet voldoende. U gaat zelf actie moeten nemen. U gaat zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. U gaat ownership moeten nemen, want dit leger is niet van mij of van de bevelhebber of van de opperbevelhebber of van wie dan ook. Dit leger is van u, van ons allemaal, van de hele Surinaamse samenleving. Sterke leiders zijn noodzakelijk om die transitie te maken naar ontwikkeling. Daar bent u cruciaal in. Als u geen ownership neemt en verantwoordelijkheid neemt, gaat het nu lukken. En als we gaan wachten totdat zaken naar u toe komen, dan zijn we wellicht laat. Want dat is die vraag die ik net gesteld heb. Wat is het beste leger wat je wil zijn? Vanuit welke opvatting? En natuurlijk zijn we er allemaal eens dat u een professioneel leger moet zijn. Met alle kenmerken die net genoemd is. Met de missie en de visie. En de waarden en normen. Maar de vraag is, gegeven de omstandigheden, de ontwikkelingen, de nieuwe uitdagingen in de wereld, maar ook hier, wat is dan de rol van het leger? De president is ervan overtuigd dat er al leiderschap binnen het leger is. Mensen die bereid zijn mee te helpen aan verbetering van het leger, maar ook zij die bereid zijn te werken aan het aandragen van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke problemen.